Dames en heren, ik heb een hele fijne vakantie. Maar ik heb een tafel met vrienden. Waar we lekker gaan eten. Waar zijn al je vrienden nou echt? Ik denk, ik nodig ze uit. Nou. Zie je, ik moet helemaal alleen eten. Dit kan toch niet? Dat zijn nou je vrienden. Zie ik hier, iedereen komt. Kijk. Die uitnodigt me ook uit van kom bij me zitten, want je zit zo verdrietig alleen. En ik vind echt, ze hebben daar ook gehad. Hebben ze ook gehad. Ik zit helemaal alleen. Kom erbij zitten. Maar je vergeet het gewoon. Ik ga er van suiker gewoon. Ik ga er van mossen zitten. Echt. Ik ga er van eten. Weet je, het is zo verdrietig als ze hem alleen moet eten. Dit zijn nou je vrienden. Nou, ik denk dat ik een andere vakantie ga boeken. Waar ik echte vrienden heb. Die gezellig met me gaan eten en zo. Dit is echt, mensen, echt. Het is gewoon verdrietig, is dit. Ik ga het altijd weer janken. Zo verdrietig is dit. Dus, dames en heren, ik ga voor de maar alleen op vakantie. Ik neem mijn vrienden niet meer mee. Het is echt de laatste keer, ja. Ik vind het echt verdrietig. Dus, dames en heren, als u denkt van Hansie verdrietig, kom er maar. Ik heb nog... 4 stoelen, kom even naar me, kom gezellig bij me zitten. Want van je vrienden moet je het hebben, nou je ziet het hoor. Ja, ik neem even een slokje hoor. Dus overleden. Nou, dus u kunt bellen op het telefoonnummer 58044. Ja, dit was, ik ga ook even eten, want zo verdrietig is dit. Hoor. Nou, ja, fijne vakantie nou. Dus geen vakantie hè. Vakantie hoor, ik vind het niet gezellig hè. Waar zijn je vrienden? Nou, ze zijn er niet. Nou, ik ga mezelf uit meegaan. Nou, ik ben het echt niet meer. Nou, dit was even een verdrietig eten. Pingen, pangen, pongen. Zonder mijn vrienden ben ik maar begonnen. Groetjes en hou jullie taai, ik ook.